Ja, een hele goede morgen. Allereerst dank dat jullie allemaal de tijd hebben genomen om in te loggen voor deze webinar. Ik ben Bas Piek en ik heet jullie namens MCS van harte welkom in deze webinar over private LTE. We gaan het vandaag hebben in ongeveer een half uur, drie kwartiertjes over de toepassingen die LTE, met name private LTE, mogelijk maken. De sessie zal wat minder technisch zijn, maar mocht er naar aanleiding van deze presentatie behoefte zijn aan wat meer achtergrond in techniek, laat het dan op de chat weten. Dan gaan wij nog een extra sessie over techniek doen. Het gaat vandaag met name over toepassingen. Nou, wat spelregels voor de webinars. Inmiddels is iedereen door de situatie van thuiswerken volgens mij heel erg goed op de hoogte wat er bij een webinar allemaal bij komt kijken. Maar de microfoons staan op mute. Je kunt vragen stellen in de chat. Die balk die zie je rechts naast je verschijnen als je op het chatknopje drukt. En we zullen aan het einde van de presentatie een aantal vragen beantwoorden. De vragen waar we niet aan toekomen, die zullen we beantwoorden in een Q&A die we nog na zullen sturen. Zeg maar, naast mij, maar niet fysiek, zitten Caroline en Eswin. Die zullen de chat in de gaten houden en ik ga jullie meenemen door de presentatie. En ik hoop dat wij jullie kunnen inspireren met dit interessante onderwerp. Allereerst even heel kort voor degenen die ons niet kennen. Dit is even de agenda. Maar degenen die ons niet kennen, is het misschien leuk om toch MCS eventjes te introduceren. En ja, wij zijn een kennispartij. Wij leveren als distributeur ook waarde toe in de keten. En wat voor ons het belangrijkste is, dat wij onze partners faciliteren in het succesvol in de markt zetten van managed IoT-oplossingen of private netwerken. En soms gaat dat samen en soms zijn dat twee gescheiden activiteiten. Dus we hebben twee hoofdactiviteiten: Managed IoT Solutions en Private Networks. En dat doen we al meer dan 23 jaar in Nederland en België. En we zijn ook onderdeel van FATNet, dat is een Europese organisatie. Nou, we gaan het vandaag niet te veel over Managed IoT hebben, maar het is wel zeer gelieerd ook aan LTE en straks zeker ook aan 5G. Maar wij doen al wat aantal jaartjes in IoT. En ik vergelijk eigenlijk deze activiteit als een enorme grote bak met technisch Lego, waar je aan de linkerkant alle onze leveranciers ziet, die nou ja, daar al onze losse onderdelen van IoT leveren, van sensoren tot gateways, routers, remote management devices, maar ook de connectiviteit. En heel belangrijk, als je data wil vergaren, ook de connectiviteits, ook de displays. En de manier waarop je op een dashboard tot de informatie kan beschikken en er wat mee kan doen. Dat doen wij voor partners. En die partners leveren of een deel van de oplossing die wij leveren, of soms de hele oplossing die wij leveren aan hun eindklanten. Dus wij leveren niet rechtstreeks aan eindklanten, maar wij zijn een waardetoevoeger in de keten die techniek en kennis gebruiken om de uitdagingen die onze partners hebben voor hun klanten op te lossen. Vandaag gaan we het hebben over Private Connect. En dat is eigenlijk onze andere tak van sport. En dat is de tak van sport waarin wij werken aan privé netwerken. Privé netwerken zijn er in verschillende soorten en maten. We hebben aan de ene kant low power netwerken. Dat is LoRaWAN. En daarmee kun je eigenlijk perfect IoT-devices aan elkaar koppelen en met elkaar laten praten en data verzamelen en inzichtelijk maken. Daar hebben we gisteren een webinar bij de BTG over gegeven met onze case op Schiphol. Maar vandaag gaan we het hebben over LTE. Ja, je zal eigenlijk vragen van waarom LTE en waarom niet meteen 5G? Want ja, daar gaat het vandaag de dag eigenlijk over. Nou, dat heeft eigenlijk een belangrijke reden en een heel klein beetje geschiedenisles. Als je terugkijkt een paar jaar terug in de tijd, dan hadden we in Nederland nog vijf mobiele operators die allemaal met 3G probeerden de klanten te verleiden om na spraak ook data te doen. Op dat moment ontstond er al een situatie waarbij er ook veel organisaties en bedrijven waren die tegen de beperkingen van indoordekking aanliepen, of een stukje security vraagstukken hadden, of hele specifieke toepassingen hadden die niet over het publieke mobiele netwerk heen gingen. En daar zijn eigenlijk in een soort van niche allerlei privé-oplossingen ontstaan. En dan moet je denken aan private GSM of IP-dekt. En dit zijn vooral spraakgerelateerde oplossingen geweest,
waarbij de telefooncentrale werd gekoppeld aan specifieke devices die de gebruikers dan in een pand hadden. En als ze naar buiten liepen, dan moesten ze toch eigenlijk vaak weer opschakelen naar hun mobiele telefoon, hun privételefoon. En als ze mazzel hadden, dan hadden ze een gecombineerd device waar ze dan ook publiek op de KPN, Vodafone, T-Mobile's konden bellen. Data is beperkt, vaak via sms of via appjes die eigenlijk losdraaien van dat netwerk. Privé-netwerk was daarmee voor een bepaalde groep met gebruikers heel erg belangrijk en ook heel populair. Maar wat minder voor de massa. Nu met LTE is er een mogelijkheid om dat netwerk volledig IP te maken. En daarmee spraak en data is eigenlijk spraak, woord, data. Maar ook de datamogelijkheden zijn daarmee een stuk breder getrokken. Zo'n netwerk is niet altijd even goedkoop. Het vereist een bepaalde investering. En wij hebben daar als MCS een mooie oplossing voor onze partners voor bedacht. Waarbij dat netwerk tegen een maandelijks vast bedrag verkrijgen is. In plaats van een eenmalige grote CAPEX investering. En daar willen jullie vandaag wat meer over vertellen. Nou, waarom Private Connect LTE? Allereerst, en we gaan er per onderwerp zo direct doorheen. Het is een heel veilig en betrouwbaar. Het is altijd maatwerk. Het is 5G futureproof. En dat maakt het extra interessant. Het is schaalbaar. En de manier waarop wij het hebben neergezet, is het ook volledig ontzorgd en betaalbaar. Nou, per onderwerp daar even naar kijken. Als we kijken naar veilig en betrouwbaar, dan is het Private LTE een netwerk. Is gebouwd op exact dezelfde digitale protocollen, IP en beveiligingstechnologie die ook gebruikt wordt door de publieke operators. Dus bij KPN, Vodafone en T-Mobile werkt het netwerk op dezelfde manier als een privé-netwerk. Alleen met dat verschil dat het privé is. Iedere gebruiker heeft zijn eigen private simkaart. En daarmee kan de eigenaar van het netwerk, het gebruiker, de baas van het netwerk, kan zelf bepalen wie er op zijn netwerk komt en wie niet. En daarmee leent het netwerk zich natuurlijk uitstekend om ook business of mission, zelfs mission critical toepassingen te doen. En op het moment dat de klant besluit om aan te sluiten op zijn SIP-trunk, kan hij ook gewoon mobiel bellen zoals hij dat gewend is. Volledig op maat. Een private LTE wordt eigenlijk volledig op maat gebouwd. Dus we gaan naar binnen, we gaan meten. En op basis van het aantal gebruikers op een bepaald gebied en hoe de samenstelling van het pand is, gaan wij kijken hoeveel cellen er nodig zijn en hoeveel bereik en capaciteit er nodig is. En het mooie van Private LTE is dat het in heel veel gevallen gewoon gebruikt kan worden met het toestel wat de klant al gebruikt. Enige voorwaarde is dat als je publiek en privé tegelijk wil gebruiken, of samen wil gebruiken, dat het toestel een dual SIM toestel moet zijn. Maar er zijn ook situaties, aantoonbare situaties, waar het toestel de locatie niet verlaat. En dan is een single SIM toestel ook prima. Nou, 5G futureproof. Je kan geen krant op dit moment openslaan of het gaat over 5G. En er worden zelfs allerlei rare verbanden getrokken met corona en dat soort zaken. Het is hot. En het interessante eigenlijk van deze oplossing is dat de wijze waarop wij nu onze private LTE... Private Connect netwerk in de markt zetten, is dat de basis al 5G ready is. En op het moment dat de klant wil opschalen op termijn in tijd, de frequentieveilingen gaan tussen nu en een maandje starten voor de eerste drie banden en dan over twee jaar nog eens een keer voor de volgende banden. Dus uiteindelijk zal Nederland wel een jaartje of twee, drie zoet zijn met het volledig implementeren van 5G. Nou, dat zal ook de tijd zijn dat de adoptie van 5G zal gaan plaatsvinden. In ieder geval in de consumentenmarkt en voor een deel in de zakelijke markt. Dus als een klant morgen begint met een private LTE oplossing, dus met 4G. Dan kan hij over drie, vier jaar, als hij dat zou willen, zelfs over twee jaar, upgraden naar 5G. Het enige wat wij dan moeten doen is de cellen of de antennes vervangen. De core is 5G ready. En daarmee maakt onze oplossing ook futureproof. Het is schaalbaar en flexibel. De oplossing die wij hebben is gebaseerd op het aantal cellen. Dus op het moment dat een klant een gebouw bijbouwt of een vleugel verbouwt of een interne verhuizing heeft waarbij bepaalde functies zich verplaatsen van de ene kant van het gebouw naar de andere kant van het gebouw,
dan is eigenlijk het enige wat wij hoeven aan te passen voor de klant samen met de reseller, is het, de antenne opstelpunten. We kunnen antennes bijplaatsen, we kunnen antennes verplaatsen en we kunnen ook antennes weghalen als het nodig is. Het enige wat we moeten doen is even opnieuw meten en kijken naar de specifieke behoeften van de klant. En op dat moment passen we het aan. Dus er komen geen ingewikkelde, rare vraagstukken bij of dure investeringen. Als er een celletje bij moet, ja, dan huur je feitelijk gewoon een cel per maand bij. En het mooie van de IP-technologie is dat de klant natuurlijk gewoon zelf heel eenvoudig zijn eigen functionaliteiten kan blijven toevoegen via apps of via specifieke digitale toepassingen. En daarmee voorop kan blijven lopen in de digitalisering. Het volgende mooie onderdeel is eigenlijk, de USP, is dat het onbezorgd is. En wat willen we daarmee zeggen? Ja, ik wil niks ten nadele zeggen van de mooie publieke netwerken die we hebben in Nederland. Ik denk dat we heel gezegend zijn met het feit dat de KPN's, T-Mobile's en Vodafone's jaar op jaar in de toplijsten zijn van de wereldwijde mobiele netwerken. We hebben dat in Nederland gewoon hartstikke goed voor elkaar. Maar er zijn natuurlijk gewoon situaties, zeker met de bouw van een pand of de locatie waar het ligt, dat de indoordekking gewoon wat wensen overlaat. Of dat de processen die klanten draaien dusdanig business kritisch zijn, dat ze zich het niet kunnen veroorloven dat een netwerk het op een bepaald moment even niet doet. Denk met name aan zorginstellingen waar communicatie, zowel data als spraak, behoort tot het primaire proces. En ze zich dus niet kunnen veroorloven dat een netwerk even een hiccup heeft. Of als de locatie heel dicht in de buurt van een snelweg of van een evenemententerrein ligt. Evenement is een beetje een slecht voorbeeld op dit moment, maar die gaan wel weer komen. Dat de capaciteit op bepaalde momenten van de publieke netwerken wat de wensen overlaten. Waardoor het primaire proces in gevaar komt. Nou, op het moment dat je in zo'n situatie zit, is het gewoon verstandig als organisatie om na te denken over een andere oplossing. En Private LTE biedt daarmee gewoon een excellente indoordekking, maar ook altijd een optimale beschikbaarheid. En wij kunnen met de reseller samen de klant voorzien van een basis 5x7 of als het nodig is 24x7 SLA. En op het moment dat wij zien in het netwerk dat iets defect gaat of het niet goed doet, dan vervangen we dat gewoon. En dan heeft de klant daar ook geen omkijken naar. Dus een netwerk wordt gemanaged. En de eindgebruiker kan daar gewoon onbezorgd gebruik van maken. Ja, wat kost dat dan, zou je zeggen? Over prijzen gaan we het niet hebben. Dat mogen onze partners gaan vertellen. Maar het voordeel van Private Connect is dat het geen eenmalige investering vereist. Dus geen capex. Het is een vast bedrag per maand, ongeacht het aantal gebruikers. En daar wijkt het ook af van... Laat maar zeggen, bijvoorbeeld een private gsm waar je altijd nog het aantal gebruikers moest afrekenen. In dit geval heb je gewoon een vast bedrag per maand per cel. Dus wij gaan op het moment dat een klant geïnteresseerd is in private LTE, gaan we samen met de reseller een indoor meting doen. We gaan op basis van de specifieke eisen van een klant gaan we precies inmeten hoeveel cellen er moeten komen om, om de dienstverlening betrouwbaar en veilig en met de juiste SLA te kunnen leveren. En daar komen een aantal cellen uit. En dat is het maandbedrag wat uiteindelijk de klant gaat betalen per maand per cel. Dus geen verrassingen, altijd een vast bedrag. En daar hoort de core bij. Dus we leveren het totale netwerk samen met de reseller voor een vast bedrag per maand. Nou, hoe ziet zo'n netwerk er dan uit? En dat is geen rocket science. Degene die er vaker mee te maken hebben gehad, die weten hoe dit zit. Maar wat wel heel belangrijk is, het is een gemanaged netwerk. Waarbij het belangrijkste deel van het netwerk op locatie van de klant staat. On-premise, zoals dat zo mooi heet. Dus de local core en de switch, die staan op locatie bij de klant. Die zijn verbonden met de cellen. En de cellen zijn weer verbonden met uiteindelijk de devices die via een SIM... Op het netwerk worden aangemeld. Dat netwerk dat draait standalone. Daarnaast is er nog een verbinding met de cloud core, waar we op afstand natuurlijk ook nog zaken kunnen monitoren. Maar die cloud core is niet noodzakelijk om de locatie on-premise te laten draaien.
En daarmee leent dit netwerk zich uitstekend om business critical en mission critical toepassingen te doen. Daar komen dan nog wel wat extra eisen aan. Zoals redundant uitvoeren van een aantal zaken. En als een klant spraak bijvoorbeeld ook mission of business critical is, dan zal ook de PBX op locatie moeten staan. Maar dit netwerk leent zich uitstekend om ook zeg maar, aan de hoogste kwaliteitseisen te voldoen. En ook standalone te draaien, onafhankelijk van een internetverbinding. Nou, hoe verhoudt zich dat dan ten opzichte van alle andere smaken die er zijn? En eigenlijk van links naar rechts zien we de wat oudere technieken, GSM en IP-DECT. Die hebben we er voor de zekerheid even bij gezet, want er zijn best nog wel veel partijen die daar nog gebruik van maken. We hebben wifi erbij gezet, want daar wordt het vaak mee vergeleken. En dan LTE. Nou, het zou te veel tijd kosten om daar helemaal in detail doorheen te gaan, maar even om de belangrijkste verschillen eruit te halen. En misschien dan even te focussen op wifi en LTE, is dat voor als je kijkt naar de handhelds, hè, de devices die de gebruikers nodig hebben, dan kan zowel voor wifi als voor LTE zijn dat gewoon reguliere devices. Het zendvermogen is wel een verschil. LTE heeft eigenlijk 2 tot 4 keer zoveel vermogen ten opzichte van wifi. Dus dat betekent gewoon dat je minder cellen nodig hebt om uiteindelijk een pand dekkend te maken. Het bereik is ook daarmee wat beter. De capaciteit zit bij LTE op 32 gebruikers. Bij wifi is dat natuurlijk een beetje afhankelijk van wat ze gebruiken en hoeveel gebruikers er zijn. En bij LTE is dat minder het geval, maar het heeft ook altijd een relatie met de up- en download snelheid. Nou, de penetratie van wifi ligt wat lager vanwege de hogere frequentie. En bij LTE is die gemiddeld. En waar LTE zich beter gedraagt ten opzichte van wifi is met name de reflectie in gebouwen met metaal en beton en de dekking die het daarmee realiseert. Dus het heeft minder last van, laat maar zeggen, de traditionele uitdagingen die een netwerk heeft met beton en metaal en glas wat geïsoleerd is. Daardoor heb je minder cellen nodig als wifi. Het enige waar wifi het beter doet dan LTE is de downloadsnelheid en de uploadsnelheid. Bij LTE zit je gemiddeld op zo'n 20 MB's per seconde down. En bij wifi ligt dat uiteraard hoger. Dus heb je een situatie waarbij de gebruikers heel erg veel data moeten verstoken of aan zware cloud applicaties gekoppeld zitten of de hele dag zitten te Netflixen, dan is wifi een betere oplossing dan LTE. Maar heb jij gewoon regulier gebruik met apps, hè, eigenlijk wat je op je mobiel doet of op je tablet doet, ja, dan is LTE een zeer goed alternatief. En we zullen zo een aantal toepassingen daar nog wat verder op inzoomen. LTE is minder interferentiegevoelig. En ook de handovers, dat is een belangrijk aspect op het moment dat je met wat meer snelheid van links naar rechts gaat. Hè, dus met een heftruck of zelfs met bijvoorbeeld een auto. Je moet verplaatsen over een terrein van A naar B. Dan is de handover bij wifi is gewoon, die is er niet of nauwelijks. En bij LTE is die gewoon gegarandeerd. Net als dat je dat gewend bent op de snelweg met je publieke simmetje. Nou, wie gebruikt het al en waarom? Ik denk dat dit het is interessant, want hier gaat het over de gebruikscases. Als we kijken naar de zorg, dan weten we dat de zorg een trouwe gebruiker is van private GSM. De zorgverleners moeten met elkaar in verbinding blijven via spraak. Soms zitten daar alarmdiensten aan gekoppeld, dat werkt dan vaak nog met sms en er zit vaak een specifieke zorgapp op de smartphone nog gekoppeld. Hier praat je vaak over communicatie in het primaire proces. Op het moment dat deze verbindingen wegvallen, dan is een zorginstelling niet meer in staat om een fatsoenlijke zorg te leveren. Vallen verbindingen weg, dan kunnen ze niet meer zien of er alarmering is bij mevrouw Jansen of die uit bed is gestapt of niet. Of dat hij op tijd haar medicatie heeft gehad. Dus hier moet een verbinding er eigenlijk altijd zijn. Nou, private LTE leent zich uitstekend om hier met name in het primaire proces ervoor te zorgen dat je gewoon een business critical netwerk hebt. Waarbij zowel spraak als data naast elkaar gebruikt kunnen worden. En waarbij je niet de beperking hebt als bij GSM. Dat je dat eigenlijk de data door een rietje heen moet. Hier heb je gewoon een fatsoenlijke dataverbinding.
waar je ook allerlei apps overheen kan dragen. En we hebben zo direct een specifieke case waar ook een partij gekozen heeft voor private LTE ten opzichte van wifi. En dat zal ik zo nog even toelichten. Nou, we hebben ook lokale overheden. Ook bijvoorbeeld gemeentes maken veelvuldig gebruik van private GSM. Daar is meer het aspect veiligheid en security. Die willen gewoon niet al hun communicatie over een publiek netwerk draaien. Maar die kiezen ervoor om dat op een privé netwerk te doen. Nou, dit is ook een interessante groep om een upgrade te doen van GSM naar LTE. Transport en opslag. Nou, private LTE leent zich uitstekend in met name in de logistiek en in magazijnen. Door de lage latency. En ook hier is natuurlijk de stap straks naar 5G is heel erg interessant. Naast de telefonische bereikbaarheid van de medewerkers heb je natuurlijk ook te maken met handscanners. Die handscanners die werken in een aantal gevallen op wifi oplossingen. Maar in een aantal gevallen ook op private LTE oplossingen. En zeker in het geval waarbij het om hele grote locaties gaat waar medewerkers zich moeten verplaatsen. Leent LTE zich veel beter dan wifi om die verbindingen te verzorgen als mensen zich van de ene naar de andere plek verplaatsen. En je hebt gewoon wat minder cellen nodig om een goed dekkend netwerk in zo'n locatie te verzorgen. En dan heb je nog fabrieksopstellingen. Op industrieterreinen waar vele groepen mensen zich verbinden, waar ook bepaalde IoT-achtige oplossingen gedaan moeten worden. Daar leent ook private LTE zich uitstekend voor. Door de goede dekking, maar ook door de outdoor handovers, kan het netwerk eigenlijk helemaal op maat gemaakt worden voor de industrie. En uiteindelijk kunnen we daar ook aan de noodzakelijke normen voor oil en gas voldoen. En zijn er ook goede ruggedized hardware ook aanwezig voor de gebruikers. Dus ook in de industrie zie je dat deze toepassing steeds meer aandacht krijgt. En met name in logistiek en in industrie zien we ook dat hier al heel vaak gesproken wordt over de upgrade naar 5G. Nou, even twee praktijkvoorbeelden eruit gelicht. We hebben twee zorgtoepassingen gebruikt waar LTE op dit moment al wat langere tijd draait. Dat leek ons wel zo aardig. Dus niet alleen waar serieuze gesprekken of POC's lopen, maar met name twee bedrijven die al wat langer gebruik maken van private LTE. Eén daarvan is Midim. Dat is een zorginstelling voor mensen met een beperking. Die gebruiken op twee locaties LTE. Dat doen ze met twee partners. In dit geval op allebei de locaties met één partner, maar toevallig wel allebei met een netwerk wat wij hebben geleverd. En daarnaast gebruikt Midim ook nog private GSM. Dus zij zijn ook nu met private LTE gestart om te kijken welke mogelijkheden dat voor hun biedt ten opzichte van de oude oplossing. Een andere case in de praktijk, Axion Continu. Dit is een interessant voorbeeld over de discussie, moet ik nou voor wifi kiezen of voor private LTE? In deze specifieke case heeft de zorginstelling Axion Continu een wifi-netwerk, een wifi-netwerk, waarbij zowel de bewoners als de medewerkers gebruik maken van twee netwerken. Het netwerk voor de gebruikers zit eigenlijk op aansluitingsniveau met Ziggo, KPN, T-Mobile, online.nl. Dus de bewoners hebben allemaal hun eigen internet access point in de kamer. En daarmee dus ook een wifi access point. En Axion Continu had daarnaast ook haar eigen wifi netwerk door het pand heen. Nou, dat botste met elkaar. Als oplossing was bedacht om de wifi netwerken van de bewoners om die standaard op uit te zetten. Maar je raadt wat er dan gebeurt. Mevrouw Jansen heeft een probleem met de verbinding. De zoon of dochter belt even met Ziggo. Ziggo zegt vervolgens, de router is de wifi uitgezet. Die zet hem vervolgens weer aan. En op dat moment had Axion Continu in haar gebruik met haar eigen diensten last van interferentie. En werkte het netwerk weer niet goed en moesten ze het wifi access point van mevrouw Jansen weer uitzetten. Nou, dat was ondoenlijk, operationeel totaal onwenselijk. En daarvoor hebben ze ervoor gekozen om de bewoners gewoon op hun eigen verbinding naar keuze te laten.
En hebben zij gekozen voor een private LTE-netwerk, waar ze nu naar tevredenheid al hun eigen activiteiten en met name hun primaire proces managen via Private Connect en niet via HiFi. Het interessante is dat Stigo, de partij die dat geleverd heeft, naast een zorg-app en de toestellen op locatie, ook nog, natuurlijk nog aan het kijken is naar allerlei andere toepassingen die ze over dat netwerk kunnen doen, zoals camera-observatie, track and trace en smart sensing. Dus samengevat, als we kijken naar waarom is Private Connect, Private Connect LTE, nu interessant. Nou, wij introduceren het als een service, dus een organisatie heeft geen capex meer nodig, maar kan het gewoon per maand afnemen. En het is een 4G oplossing voor bedrijven en organisaties die eigenlijk hele hoge eisen stellen aan betrouwbaarheid, veiligheid en flexibiliteit. Dus het is echt ideaal voor partijen die datacommunicatie in hun primaire proces nodig hebben. Het is toekomstbestendig, dus voorbereid op 5G. Wil een bedrijf op termijn naar 5G, dan kunnen we dat upgraden. Het enige wat we moeten doen is het vervangen van de cellen en de core en alles kan blijven staan. Private Connect werkt hetzelfde als de publieke 4G-netwerken, maar is dan volledig afgeschermd privé-netwerk in het bedrijfspand van de klant en volledig te managen door de klant. En wij helpen met het managen van dat netwerk, desgewenst 24/7. Nou, we hebben het zo geperfectioneerd dat het een vast bedrag per maand is. En dat dat daarmee desgewenst in verschillende contractperiodes bij ons afgenomen kan worden. Het voordeel is, gaat er iets stuk, dan vervangen we het. En we zorgen ervoor dat het netwerk altijd optimaal blijft draaien naar de wensen van de klant. En dat doen we samen met onze partners. Dus wij steunen onze partners daarin en de partner is daarbij het aanspreekpunt en het gezicht voor de klant. En wij managen dus daarmee de techniek, de beschikbaarheid en de capaciteit. De klant hoeft zich daar voor de rest geen zorgen om te maken. Nou, dit is onze samenvatting van Private Connect, Private LTE als dienst. We hebben een aantal interessante marketing tooltjes nog gemaakt. We hebben een whitepaper in de zorg, maar we hebben ook met ICT-TV hebben een interview gedaan bij Axion Continu. Dat is ook leuk, daar is de klant en Stigo zijn daar aan het woord om te vertellen. Hoe zij door het proces heen zijn gegaan en wat het voor de eindgebruiker betekent en wat de rol van de partner is geweest. Dus dat is leuk om dat nog even na te kijken. Die linkjes die zijn ook allemaal beschikbaar op onze site. Met welke partijen doen wij dit dan? Nou, we hebben drie leveranciers voor Private Connect. We zijn als value-added distributeur zetten wij Private Connect in de markt met B-Cells, met Cortis en met Nokia. Met B-Cells en Cortis doen we dat voor een gecombineerd, even afhankelijk van de specifieke wensen van een klant. Altijd voor een vast bedrag per maand. De enige uitzondering is sms. Wil een klant specifiek gebruik maken van sms, dan komt daar, dan is dat maatwerk. En wil een klant gebruik maken van Nokia, die in dit geval, laten we zeggen, een iets andere rol in de totale keten speelt, dan is dat ook maatwerk. Nou, dan ben ik door mijn verhaal heen. Dan stel ik voor dat we wat vragen gaan beantwoorden als die er zijn via de chat. En dan geef ik even het woord aan Carolien, die volgens mij dan eventjes de vragen gaat verdelen tussen Eswin en mij. Ja, Bas, dankjewel voor je presentatie. Er zijn inderdaad wat vragen binnengekomen. En de eerste die eigenlijk gesteld werd is, de beschikbaarheid is inderdaad belangrijk. Maar Bart heeft de vraag, heeft het private LTE-netwerk een hogere beschikbaarheid dan het publieke 4G-netwerk? Zal ik die vraag beantwoorden, Eswin? het eerlijke antwoord is ja. Alhoewel natuurlijk de beschikbaarheid van de publieke netwerken ook enorm groot is. Dus we trekken wel een hele grote broek aan als we zeggen dat dat beter is. Ik kan het alleen onderbouwen door een hele simpele feitelijkheid. Is dat het private LTE-netwerk op locatie van de klant staat. En daarmee is het dus, en zeker als u bijvoorbeeld spraak wil gebruiken.
dan is hij daarmee, en sprake de PBX staat ook op locatie van de klant, dan is het systeem daarmee gesloten en kan het ook doordraaien als er bijvoorbeeld geen verbindingen meer naar buiten toe zijn met bijvoorbeeld internet. Dan kun je nog steeds communiceren met elkaar op locatie. Dus je kunt het mission en daarmee ook business critical maken. We zijn ook minder afhankelijk van een antenne die het even niet doet, of het aantal gebruikers die op het publieke netwerk zitten, of ergens een landelijke verstoring in het internet, een boer die een glasvezelkabel door het weiland doorsnijdt, waardoor een aantal masten of een pok op dat moment uit de lucht zit. Daar hebben wij met een private netwerk geen last van. Dus feitelijk gezien is het antwoord ja. Ik hoop dat daarmee een antwoord op je vraag is. Ja, super, dankjewel. En wat Bart zich ook nog afvroeg, Bas, is of hij gewoon kan bellen met zijn standaard Samsung-telefoon als hij gebruik maakt van een private LTE-netwerk. Als de telefoon gekoppeld is aan de SIP-trunk van de klant, dan is het antwoord ja. Het netwerk wat een private netwerk ondersteunt geen VoLTE. Althans nog niet, maar dat is ook een uitdaging die op handset leveranciervlak ligt. Dus op het moment dat er een koppeling is tussen de telefooncentrale en het privé netwerk, dan blijf je gewoon bellen en bereikbaar. Op het moment dat die koppeling er niet is, dan is dat niet het geval. Oké, dankjewel. Ashwin, dan hebben we ook nog wel een vraag voor jou. En die komt van Ben. En die wil graag weten wat de gemiddelde dekking is van één LTE-cel. Kan je daar misschien wat meer over vertellen? Goedemiddag, Wallen. Ja, zeker. De gemiddelde dekking, dat is altijd een gewetensvraag. Want de gemiddelde dekking is afhankelijk van heel veel factoren. Hoe ziet het gebouw eruit? Uit welk bouwjaar stamt het gebouw vandaan, zeg maar? Daardoor doen we eigenlijk geen uitspraken over de gemiddelde dekking van één LTE-zender. En sturen we eigenlijk altijd aan op een referentiemeting op locatie. Waar we eigenlijk een maximaal zendvermogen bepalen wat een zender mag zenden. En dat is dan het bereik van de zender. En dat is, ja, dat verschilt per zender. De ene zender die kan dan meer dekking creëren als de andere zender. Dus dat, ja, het is niet, denk ik, het gewenste antwoord, maar dat is wel het meest realistische antwoord wat ik op dit moment kan geven daarover. Nou, dat is het allerbelangrijkste. Dankjewel. Dan heb ik als laatste nog een vraag voor Bas. En die komt van Jeffrey en die vraagt zich af of hij bij het managen van de techniek, of dat ook door de reseller zelf is uit te voeren en of dat volledig lokaal te bouwen is. Het antwoord is ja, maar daar hangen wij wel specifieke eisen aan. We zullen dan met de specifieke reseller in gesprek gaan over, er zal getraind moeten worden. En wij hangen daar wel, laat me zeggen, daar hangen wat andere afspraken aan vast. Maar wij staan daar wel voor open om dat gesprek in bepaalde situaties aan te gaan. Oké, dankjewel. Nou, ik zie dat er nog heel veel vragen binnenkomen. We hebben natuurlijk niet tijd om ze allemaal te beantwoorden. Dus alle vragen die nu nog gesteld worden, die gaan wij beantwoorden. En die worden in een aparte Q&A eventjes gedeeld per e-mail. Dus alle vragen worden wel gewoon beantwoord. En dan geef ik nu nog even het woord aan Bas voor de afsluiting. Ja. Nou ja, super dank dat we even, het is ongeveer 35 minuten geworden, dat we een half uurtje van jullie tijd hebben mogen stelen vandaag. Ik hoop dat wij op deze manier heel efficiënt jullie een inkijk hebben gegeven in private LTE en dan specifiek private connect, die wij dus als een dienst voor een vast bedrag per maand in de markt zetten. We hopen dat we jullie daarmee geïnspireerd hebben. Mocht je nu nog vragen hebben, Dan mogen jullie Ashwin bellen. Zijn telefoonnummer staat nu in beeld. Wij zullen iedereen ook een pdfje verzorgen van de presentatie. Iedereen die zich heeft opgegeven voor dit webinar. En als jullie mogen ook mij bellen of mailen.
kom gerust met je vragen. En als de dingen niet duidelijk zijn of je hebt een specifieke klantcase waar je eens over wil sparren, dan denken wij graag met jullie mee. Dus nogmaals dank voor jullie tijd. En maak er nog een mooie dag van voor de rest. Dank jullie wel.